Dan is Jan Waal hier aangeschoven vanaf de redactie, want er is nieuws uit Eschare. Daar is een ongeluk gebeurd, zelfmoord. Wat is er aan de hand, Jan? Ja, dat is een verhaal wat ineens een wending krijgt waar je niet meteen aan zou denken. Daar is een man eh uh... Op, eh, bewust op een eh, vrachtwagen ingereden. Maar wie is die man? Het is de man die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen weekend. een meisje zou hebben ontvoerd en verkracht in Roemenië. Hè, afgelopen weekend was er veel eh, in het nieuws te horen over een elfjarig meisje. wat op zaterdag niet thuis kwam. En eh, op camerabeelden was iets gezien met een busje. wat door een Nederlander zou zijn gehuurd. Dat meisje is eh, afgelopen zondag doodgevonden. in de bosjes ergens bij Boekarest. En toen ging de politie in Roemenië natuurlijk op zoek naar die Nederlander... waarvan ze toen al vermoeden dat hij waarschijnlijk wel uh, het land al uit zou zijn. Nou, dat blijkt nu zo te zijn, want zowel de autoriteiten in Roemenië... als ook het Openbaar Ministerie hier in Den Bosch bevestigen nu... dat de man die zelfmoord heeft gepleegd daar op die weg in Escharen... dat dat de 47-jarige Johannes V. is uit Kuik. En dat die Johannes V. inderdaad... Zocht werd vanwege de ontvoering van dat elfjarige meisje van uh, 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 Michela Adriana, die uh, uh, op vrijdag verdween en op zondag daar dood werd gevonden. Het allerlaatste nieuws, Jan Malen. Dankjewel.